Elke week beoordeelt Vincent Frederiks de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de filmpremière van James Bond. Guido Spek draagt een smokingjasje dat veel te kort is. En met die veel te strakke broek eronder lijkt het wel alsof hij naar een balletvoorstelling gaat. Buddy Vedder ziet er in deze smoking met blauw strikje perfect uit. Bijna goed. 3 glaasjes. Voor een vrouw van 50 jaar is de split van Helene van Rooijen pailletjurk veel te hoog. Het is bijna een doorkijkjurk. Verder houden we niet van een jurk met décolleté en dan ook nog blote armen. En er hoort zeker geen zwarte panty onder. Snel naar huis. 1 glaasje. Wat de jurk van Katja Schuurman behalve feestelijk ook zo sexy maakt, is de hoge split en het décolleté in combinatie met bedekte armen. Haar vriend Freek draagt een mooie smoking met goede lakschoenen eronder. Hier hebben we nou helemaal niets op aan te merken. Helemaal top. 5 glaasjes. Kim Veenstra kan zo doorgaan voor Bond Girl in deze rode jurk die mooi is afgewerkt met rode zijde voering, prachtige hakken en Hollywood Glamour kapsel. Helemaal top. 5 glaasjes. Pip Pellens ziet er fantasieloos uit in deze creatie die meer op een zomerjurk lijkt dan op een galenjurk. Ze heeft geen oorbellen en ook geen andere accessoires. We bespeuren zelfs een zwart BH-bandje. Pim Wessels draagt een mooie smoking die er perfect uitziet. Bijna goed. 3 glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.